Dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk heel makkelijk uit te tekenen aan de hand van vier onderwerpen. Dat is familie, dat is voetbal, dat is politiek en dat is onderwijs. En ik ben geboren op landgoed Keukenhof in Lisse. Daar ben ik opgegroeid in de prachtige Bollenstreek met mijn ouders en mijn broer en mijn zusje. En daar woon ik nog steeds. En iets dat kenmerkend is voor Bollenstreek is dat het harde, nuchtere of hardwerkende, nuchtere mensen zijn. En dat hebben mijn ouders ook aan mij doorgegeven. En wij brengen als familie veel tijd door op de voetbal. Daar voetballen onze zoons, daar voetbal ik zelf ook nog. En FC Lisse is dus mijn club. En voor mij is er bijna niks mooiers dan de geur van vers gemaaid gras, een zonnetje en dat je weet dat je mag voetballen. En op mijn 8e ben ik begonnen met voetballen na een lange zoektocht van ballet en zwemmen, atletiek, turnen. Heb ik uiteindelijk mijn passie gevonden in het voetbal en dat is het nog steeds. En ik bleek talentvol. Ik ging met de jongens voetballen om nog beter te worden en wat een heel leuk team. We pakten het eigenlijk heel praktisch ook aan. Ik kleedde me thuis om of de trainer liet mij eerst omkleden en liet alle jongens wachten totdat ik klaar was. Dat ging allemaal prima. En uiteindelijk werden we in 1995 kampioen van de hoofdklasse en zouden we promoveren naar de derde divisie landelijk. En uit die tijd citeer ik het volgende. Maar nu komt het punt discriminatie naar voren. Ik mag volgend seizoen waarschijnlijk niet met mijn maten naar de landelijke divisie, want, wat wil het geval, ik ben een meisje dat wel op regionaal niveau bij de jongens mag voetballen, maar niet op landelijk niveau. En daar beslissen een paar grijze heren over die mij nog nooit hebben zien voetballen en ze laten in een brief doorschemeren dat ik maar bij een damesvereniging moet gaan voetballen. Voorzitter, dit is mijn handgeschreven tekst. Dit komt uit mijn handgeschreven tekst en het is 26 jaar oud. En ik had het in die tijd, toen noemde ik het ook tegen de bobo's van de KNVB en ze hadden me daarvoor kort verteld dat meisjes geen perspectief hadden in het voetbal. In een vol restaurant aan de boulevard in Noordwijk en later ook live op Radio 1 hield ik eigenlijk mijn echte medespeech als een 15-jarige Jeanette. En in het Hol van de Leeuw vocht ik eigenlijk voor een kans om te mogen blijven voetballen met de jongens en mijn protest was in niet te misverstane woorden. Want ik betichtte de bestuurders van discriminatie. En ik vocht voor gelijkwaardigheid. En dat lukte. Ik kreeg toestemming. En na mij volgden vele meisjes. En hierdoor heb ik het voetballeven van veel meisjes en jongens enigszins kunnen veranderen. En voorzitter, er volgden prachtige jaren van topsport. Voetballen voor het Nederlands team, reizen, Europees voetbal met mijn club te leden. Winnen, verliezen, succes, falen. Het heeft me gevormd tot wie ik nu ben. Maar in die tijd konden vrouwelijke internationals niet leven, want voetbal dus ging ik ernaast studeren. En toen dacht ik, ga ik de leraaropleiding Nederlands doen? Want als ik dan heel netjes Nederlands leer praten, dan kan ik misschien nog wel eens studio sport gaan presenteren. Maar goed, ik werd gegrepen door het onderwijs en ik heb met heel veel plezier een kleine 18 jaar lesgegeven op het Fioretti College. En het allermooiste aan het onderwijs vind ik dat je je leerlingen kunt meegeven dat ze meer kunnen en meer aankunnen dan ze zelf denken. En Studio Sport is er overigens niet meer van gekomen. Op mijn 27e ben ik gestopt met voetballen op topniveau en ik was een beetje bevreesd voor het zwarte gat. En toen ging ik bestuurskunde studeren. En zo ben ik de lokale politiek ingerold en vanaf dat moment ging ik me op een andere manier bezighouden met sport. Voorzitter, ik maak me sterk voor een sport waar iedereen zich thuis en veilig voelt, want sport is voor iedereen. En het politieke zaadje daarvoor is dus in 1995 geplant. Het ontstak in mij een ontembaar vuur om gelijkwaardigheid na te streven. Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen. Ik wil Nederland in beweging krijgen voor gelijke rechten en gelijke kansen. En helaas is dat nog niet voor iedereen weggelegd. Seksisme speelt nog een verdrietige rol in ons land. Het wordt vrouwen op allerlei manieren moeilijk gemaakt om zich uit te spreken. Op het sportveld, op de werkvloer, maar ook hier in de politiek. En als Kamerlid heb ik gemerkt, als je je mond open doet, dan krijg je soms een flinke tackle van achter. Open Twitter maar even, dan zie je 10% van alle tweets aan vrouwelijke politici bevat haat of agressie. Ik heb het zelf ook ondervonden, met alle reacties als bijsluiter. Als vrouw, als voetbalster, als fulltime werkende moeder. Nou, dat schrikt wel af. Terwijl het omgekeerde nodig is. Want ik wil graag zoveel mogelijk vrouwen en meisjes inspireren om te gaan werken. Of om meer te gaan werken, om zo'n bijdrage te leveren aan de grote maatschappelijke vraagstukken die er zijn op dit moment. Zoals die ongelijkheid in de portemonnee. Of de personeelstekort in het onderwijs en de zorg. Of in de techniek, er is geen elektricien te krijgen.
De helft van de Nederlandse vrouwen is nog financieel afhankelijk van haar partner. Kortom, er is nog heel veel te doen. Voorzitter, ik strijd voor een gelijk speelveld, want echte emancipatie gaat ons allemaal aan. Maar dat gelijk speelveld, dat was er niet binnen de turnsport. Geen schijn van kans hadden de turnsters. In goed vertrouwen, afgezet door hun ouders bij de trainingen, waar uren getraind werd, vaak achter afgeplakte ramen. En pijn bestond niet, dus je moest doortrainen met gebroken middenvoetsbeentjes. Er werd doorgeduwd bij lenigheidsoefeningen. Er werd uitgezolden voor dikke koe. Of aangezet tot afvallen. Negeren, vernederen, intimideren. Fysiek geweld, seksueel geweld. Een turnbond die wegkeek. En de NOC-NSF die wegkeek. Voorzitter, via u zeg ik tegen de turnsters, hier op de tribune of thuis, jullie hadden geen schijn van kans. Opgesloten en opgevreten door het systeem. En dank voor jullie moed. Maar het doet zeer. Het doet zeer. Voorzitter, mijn dank gaat uit naar de onderzoekers en de aandacht die hiervoor gekomen is. Ze hebben een aantal aanbevelingen gedaan in ongelijke leggers die ik goed snap. Goed dat er excuses zijn gemaakt door de KNGU en het NOC-NSF. En ook dat er gewerkt wordt aan een collectieve erkenningsregeling. Het allerbelangrijkste vind ik dat sporters misstanden gaan melden. Dat gebeurt te weinig, je leest het in allerlei rapporten. Er wordt te weinig gemeld. Dat kan ook omdat het niet onafhankelijk genoeg kan. Of omdat er onduidelijkheid is waar dat kan. Een veilige en professionele plek voor sporters waar ze terecht kunnen is heel erg nodig. En daarom pleit ik voor het volledig onafhankelijk maken van het Centrum Veilige Sport. NOC-NSF wil het. Het rapport Ongelijke Leggers beveelt het aan. Dus vraag ik de staatssecretaris, waar wachten we nog op? Ook de positie van het Instituut voor Sportrechtspraak moet duidelijker worden. De keten van melding tot uiteindelijke tuchtzaak moet glashelder zijn. Wie is waar verantwoordelijk voor? Wat zijn de taken en bevoegdheden? Daarnaast zijn er allerlei aanbevelingen gedaan over topsportfinanciering, professioneel toezicht, vergrote grip trainers, een visie op topsport voor kinderen. Daar kan de politiek zeker iets van vinden. Maar op dit moment moeten we ook eerlijk zijn en is sport nog geen publieke taak en is het lastig om overheidsbemoeienis daar rondom vorm te geven. Ik ga graag die discussie aan. Wat mij betreft is dat een discussie rondom een mogelijke sportwet. Een vraag aan de staatssecretaris. Welke stappen kunt u nu zetten om die sport veiliger te maken? En ziet u dat de sportwet een rol hierin zou kunnen spelen? Ik ben bijna aan het eind. We mogen onze ogen niet sluiten. Er zijn meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen diverse sporten. En wegkijken is geen optie. Ik wil weten wat er speelt. Sportbreed en zeggen dat de politiek hier niet over gaat, vind ik niet voldoende. De meldingen zijn er onder andere ook van Kim Kouwmans, de moedige klokkenluider uit de danswereld. En wat mij betreft doen we met prioriteit voor de danswereld ook een onafhankelijk onderzoek. En ik graag een reactie van de staatssecretaris of hij hiertoe bereid is. Tot slot, voorzitter. Sport is geweldig en heeft mij alles gegeven. Maar we constateren vandaag ook dat er een hele donkere kant aan zit. Ik kan de pijn niet wegnemen, maar ik kan wel mijn politieke verantwoording nemen. En dat is wat ik probeer te doen. Dank u wel.